Innovatie en onderzoek in de Nederlandse ziekenhuizen. De Decision Group heeft daar samen met de Stichting Topklinische Ziekenhuizen onderzoek naar gedaan. Uh, waar hebben jullie nou naar gekeken? Hoe stellen jullie nou vast hoe dat staat met die innovatie en onderzoek in de Nederlandse ziekenhuizen? Nou, we hebben, we hebben gekeken naar het aantal publicaties wat erin is. We hebben gekeken naar het aantal producten. Dat nu nieuw voor patiënten beschikbaar komt. Het aantal protocollen. Artsen werken altijd met protocollen, die worden steeds verbeterd. Hoeveel zijn dat er dan? We hebben natuurlijk ook gekeken naar geld. Uh, we hebben ook gekeken naar uh, dingen als hoe snel zorg je er nou voor dat patiënten die daarvoor in aanmerking komen bij nieuwe onderzoeken, kunnen worden betrokken. Okay. Wat zijn de opvallende uitkomsten van dit onderzoek? Het is eigenlijk voor het eerst dat u dit zo'n manier scherp bekijken. En wat, wat, wat springt eruit? Ja, dus dat is inderdaad voor het eerst dat er, dat er zo naar wordt gekeken. Dus, dat is misschien wel de allereerste waarde dat we daarmee uh, managers, ziekenhuisdirecteuren. Uh, ons als bevolking in staat stellen om te kijken hoe goed en innovatief zijn de ziekenhuizen nu. Wat er, wat er eigenlijk vooral uitspringt voor STZ-ziekenhuizen is dat ze geen uh, subsidies krijgen van de overheid. En desondanks, door ambitie, door enthousiasme, door allerlei samenwerkingsverbanden, toch gaan in slagen om heel veel te publiceren, heel veel protocollen en, en, en een aantal andere dingen te doen. Dat is het eerste wat opvalt. Het tweede wat echt opvalt is dat er echt een kopgroep is van zeg maar tien ziekenhuizen die dat heel erg goed doet. En een aantal anderen die nou ja, die wel wat doen, maar waarvan je toch denkt die moeten een keuze gaan maken naar de toekomst. Van gaan wij ook heel serieus op het gebied van toegepast onderzoek voor patiënten aan het werk? Of gaan we toch op, op, op andere, andere dingen ons richten? En hoe komt het dat die kopgroep erin slaagt om voldoende middelen vrij te maken voor onderzoek en ook dat onderzoek om te zetten in echte nieuwe zorgproducten? Ja, het leuke daarvan vind ik dat is, dat is echt de mens zelf. Dat zijn, de, dat zijn artsen, dat zijn verpleegkundigen, dat zijn soms bestuurders. Dus vanuit zichzelf doen ze dat. Dus het wordt ook wel genoemd: ja, als je medicus bent, dan moet je in het weekend maar zorgen dat je je research heel goed doet. Maar we willen het wetenschappelijk doen. Dus het eerste is echt de menselijke ambitie om gewoon goed te willen zijn en dat te regelen. Uh, het tweede is dat je ziet dat een aantal heel goed samen weten te werken met industrie, met wetenschap, met collega's. Dus die samenwerkingscomponent en dat over tijd doen en dan lol in hebben, uh, dat, is, dat is wel de grootste drijver. Dus samenwerking met de industrie, dat helpt jou als ziekenhuis vooruit als het gaat om innovatie en, uh, en onderzoek? Ja, als, uh, uh, dat helpt zeker. Kijk, als je het even vanuit patiëntoptiek uh, ziet, dan willen wij. Nou, We hebben het allemaal een keer mee te maken met de gezondheidszorg, persoonlijk of iemand in de naaste omgeving. En de grote vraag is natuurlijk: kan ik de beste. ...de beste behandeling krijgen die er is. Nou ja, dan hebben we fundamentele wetenschappers... ...die dat allemaal uitzoeken, maar dat wil nog niet zeggen... ...dat ik het als patiënt kan krijgen. Dan hoe gaan we dat dan precies doen? Dat doen die STZ-ziekenhuizen goed. Maar de echte diepe innovaties en om dat te kunnen produceren... ...komen vanuit de industrie. Nou, dus ja, die, die zijn daar ook voor. Uh, dat betekent uh, dat uh, je merkt dat de kennis en soms ook funding en andere zaken enorm helpen om, uh, om dat bij ziekenhuizen te doen. Maar dan moet je natuurlijk goed opletten. Ja, want de buitenwacht wordt nogal eens uh, nerveus van al die ingebanden uh, tussen ziekenhuizen en de industrie. Ja, en dat is, dat is uh, zeker historisch zijn er voorbeelden van dat dat af en toe ook wel eens wat scheef is gegaan. Dat is iets waar, uh, waar, uh, waar u natuurlijk ook goed op moet letten. Ik heb de indruk dat dat ook goed gebeurt. Dat hebben wij niet specifiek onderzocht. Wij kunnen alleen zeggen van als je die resultaten wil hebben, uh, dan is het verstandig om dat, uh, om dat in een goed samenwerking en netwerk te doen. Uh, we, we, toch even doorgaan op die samenwerking met industrie. Ja. Lopen nou de belangen van industrie en ziekenhuis altijd gelijk op of moet je daar echt heel alert op zijn? Uh, nou, altijd lopen ze natuurlijk niet parallel. Uh, uh, het is ook niet dat ze altijd tegenstrijdig zijn. Dus dat is de vraag. Dus, je, uh, uh, dus daar moet je gewoon op letten. Kijk, uh, wat geldt is, wij in Nederland, in de hele healthcare-industrie in de wereld, zijn 1% maximaal. Dus als wij hier goede zorg willen hebben, dan moeten we uit het buitenland kennis, informatie, nieuwe medicijnen, nieuwe protocollen krijgen. Dat is één, om te zorgen dat het voor onze bevolking goed gaat. Tweede is, wij kunnen daar ook aan meedoen internationaal. Als we hier goede dingen maken en weten te verzinnen, dan kunnen we dat verspreiden in de wereld en daar ook weer. Uh, nieuwe onderzoek op aantrekken, nieuwe funding op aantrekken en dat soort van zaken. Okay. Dus het is, het is in die zin uh, iets waarvan ik denk, nou, ik heb dat niet onderzocht, maar waarvan ik wel merk dat iedereen zich zeer van bewust is om dat goed te proberen te doen. Maar daar moeten we met elkaar goed naar kijken. Uh, gaan topklinische ziekenhuizen toch niet een beetje veel uh, UMC'tje of een universiteitje spelen met al dat onderzoek? Um, ja zo kun je er naar kijken hè? dat je zegt van nee uh, uh, is het nou eerste lijn tweede lijn derde lijn vierde lijn en, en wie heeft nou welke bevoegdheid waar wat ik gewoon ik zou, ik zou er niet zo naar kijken ik zou zeggen kijk uh, als ik fundamenteel onderzoek wil doen en dat hebben wij dan veel al gedaan bij UMC's uh, dan heb je altijd een grote vraagstuk en ik weet als academie ook waar komt mijn data vandaan en mijn data betekent dat ik heel veel patiënten moet hebben dus ik moet samenwerken met degene die de grootste productie in Nederland doen op dat uh, gebied uh, dat is wat je, wat je daar ziet. Degene die applied research doen, die zeggen ik heb vaak toch behoefte aan hele goede fundamentele borging. Dat ik dat ook op een goede manier doe. Mijn observatie, en ik, dat is ook volgens mij de insteek bij, bij de ziekenhuizen die ik zie. Uh, is om gewoon op die manier samen te werken. Bestuurlijk kan het natuurlijk nog wel eens zijn. Van ja, als je in tijden van schaarste leeft, ja, wie doet wat waar? En ik hoop dat deze studie eraan gaat bijdragen in de loop van de tijd. En dus zegt nou ja, laat dan maar uh, zien hoe goed zijn we dan? Uh, in de verschillende innovaties die we, die we doen. En uh, als we er nog niet zo goed in zijn, hoe gaan we dat dan verbeteren? Om toch een beetje friendly competition. En, en dat, uh, uh, ik denk dat dat de bedoeling, uh, dat dat de bedoeling is. Uh, dit is ook geen eenmalige gebeurtenis. Hè? Wat zijn de toekomstplannen als het gaat om deze, deze analyse? Ja, het is, het is zeker geen eenmalige gebeurtenis. Uh, we krijgen ook de beste resultaten als we natuurlijk een aantal jaren kijken van hoe, hoe ontwikkelt het zich nu. Uh, zowel voor de burgers en het beleid, maar ook gewoon voor de individuele artsen, voor de individuele bestuursleden, om te zien van doen we, gaan we nou beter, leren we nou, of blijven we stilstaan of hollen we, uh, hollen we achteruit? En Wij doen al een aantal jaren een uh, zelfde, vergelijkbaar soort onderzoek voor de Nederlandse MKB met name, die medisch nieuwe producten maakt. En die twee gaan we bij elkaar ieder jaar nu naar voren brengen om te zien hoe innovatief zijn we nou eigenlijk in Nederland? En kunnen we daar werkgelegenheid mee creëren, betere patiëntenzorg mee creëren? Uh, en doen we dat handig? En wat zouden nou dingen zijn die we beter kunnen doen? Dus ja, er doen er straks tientallen ziekenhuizen mee in plaats van de vijftien die jullie nu bekeken hebben? Nou, het is nadrukkelijk de bedoeling. Ik bedoelde, ik, de, het lijkt me ook heel plezierig en nuttig om dat te doen. Het gaat mij niet om het ene ziekenhuis, het andere ziekenhuis, de ene medicus of de andere medicus. Het gaat mij er gewoon om te kunnen laten zien van hoe goed zijn we dan op het niveau van innovatie. En nou ja, dan kunnen we ook zien van waar zouden we meer in kunnen investeren en, en waar minder. Nou, zijn we ook zo goed in Nederland dat we kunnen exporteren naar het buitenland? Oh, er zijn, er zijn zeker mogelijk. Er gebeurt ook uh, nog onvoldoende, naar mijn smaak. Uh, dus, uh, uh, maar nou, bij industrie zie je het. Uh, zie je het uh, heel, heel recent is het dan een bedrijf Procensa. Dat is geboren in een UMCU in Leiden. Uh, en dat, nou, dat is letterlijk in de medical labs. Zijn daar allerlei uh, wis, uh, nou, wis ook wel zeggen bezig geweest. En dat is in acht, negen jaar. Is het nu een beursgenoteerde firma aan het uh, worden in de Verenigde Staten. Wat, waarvan de waarde tussen de 1 miljard en de 1,4 miljard uh, wordt geschat. Nou ja, ze hebben ook gezegd: we gaan onze research hier in Nederland weer verder uitbreiden. En dat is natuurlijk wat je graag wil. Uh, en dan kunnen wij er ook als eerste van uh, profiteren. Dat is bij industrie. Wat heel veel medici doen: we hebben een aantal ongelooflijk goede zaken op cardio, op oncologie. Uh, die ook internationaal uh, samenwerken, die daar ook in erkend worden. Die hebben het voordeel dat we hier een heel goed, goede infrastructuur hebben om fundamenteel onderzoek te doen. Die hebben het nadeel dat dit land zo klein is, om een voorbeeld te geven: een ziekenhuis van 400 miljoen, dus echt serieus veel geld. Speelt in deze wereld is veel te klein. Dus, dus je moet minstens boven een miljard zitten om überhaupt die hele wetenschappelijke uh, infrastructuur te kunnen doen. Als we dat doen, zullen we meer klinisch onderzoek krijgen, worden we aantrekkelijker om zaken te doen, zullen we meer. Uh, mensen hier krijgen en zullen we ook meer kunnen exporteren. Maar dat gebeurt, dat gebeurt al, al behoorlijke mate. Voor medici is vaak het belangrijkste dat ze protocollen. Dus heel veel Nederlanders zitten in Europese protocollen en medische commissies... waarbij protocollen in Nederland worden uitgeprobeerd, vastgesteld... die dan vervolgens, ik zou zeggen, geëxporteerd worden in de wereld. En dat is, natuurlijk, uh, dat, is, dat is natuurlijk buitengewoon nuttig, ook voor ons land. Dus tot slot, uh, jullie onderzoek kan dus ook een impuls zijn... om uh, dat onderzoek in Nederland te bundelen en, en, en ja, meer massa te maken... Ik, ik denk dat dat echt. Nou, ik kan het niet beter verwoorden eigenlijk. In, in feite is dat de bedoeling. Het is van: lukt het ons om, om uh, in Nederland te beseffen dat we gewoon het Nederlands verhaal naar buiten moeten brengen? Uh, in tijden dat we natuurlijk minder middelen hebben, minder geld, alles staat onder druk. Maar in, in de buitenwereld kunnen we een heleboel realiseren of voorkomen. Dat lukt alleen als iemand die uit Engeland uh, iets zoekt om iets te gaan doen, dat hij niet. 28 ziekenhuizen af moet gaan om te kijken of het werkt, om het maar even simpel te zeggen. Dus we, we moeten een beetje meer met elkaar optrekken. Dus het nadeel van ons is dat we eigenlijk te klein zijn. Hè? Het voordeel is als we elkaar weten te vinden, zijn we zo efficiënt en zo uh, uh, effectief dat dat een, een grote plus moet zijn. Alleen dan moeten we wel even gaan vertellen en daarvoor moeten we ook gewoon zeggen. Hoeveel doen we dan? Hoeveel doet de industrie in Nederland? Hoeveel doen de ziekenhuizen in Nederland? En uh, gaat het nou vooruit of gaat het achteruit? Wat voor rol helpt de overheid mee of helpt de overheid niet mee? Helpt wetenschap mee of helpt het niet mee? Ze hebben goede medici ja of nee? En, en dat verhaal dat is iets te versnipperd nog als we dat met feiten... want dit is een wereld van feiten, kunnen doen... Dan doen we dat. En in die zin vind ik het ongelooflijk leuk dat uh, het gelukt is om nu uh, de ziekenhuizen die het meeste patiënten behandelen, de STZ-ziekenhuizen, uh, in dit, in dit, als eerste stap in dit onderzoek te krijgen. Oké, okay. wordt vervolgd. Dank u wel.